Hey, goedemorgen allemaal en leuk dat je kijkt naar weer de 43ste weekvlog. Vandaag is het tweede kerstdag. Het is vandaag maandag. En ik lig nog in bed zoals je ziet. Lekker onder een dekentje. En dit is de allereerste weekvlog die jullie gaan zien in 2017. Het voelt echt raar om dat te zeggen, omdat ik dit nog opneem in 2016. En in 2017 komt deze video pas live. Dus het is raar. Ik moet zometeen nog wel de vlog bewerken van afgelopen maandag, dus van vorige week. Moet ik nog bewerken. Dus dat ga ik zo ook doen. En voor de rest ga ik niks doen. Ik wil mijn kamer ook nog een beetje fatsoeneren. Zoals ze dat netjes zeggen in weet ik veel. En omdat het gewoon heel erg rommelig is en zo. Vandaag gaan we ook nog pakjes doen. Dus in die doos, daar, die groene, heb ik alle cadeautjes ingezet. En we hadden geen inpakpapier, dus ik heb het gewoon met aluminiumfolie ingepakt. Like what? Ja. Het is trouwens nu 10:15. Nee, het is nu 10:50. Ik ga zo lekker douchen en lekker mezelf klaarmaken voor de dag. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, de vlog is bewerkt. Die is nu aan het opslaan. En ik ga nu naar mijn kamer toe. Want ik moet nog even één cadeautje inpakken. Voor mijn stiefvader. En het is buiten bij mij. Super lekker weer. Maar dat even terzijde. Ik moet even een cadeautje erin gaan pakken. En ik zei dus net over dat ik geen inpakpapier had, maar aluminium folie. Heel charmant dit. En daar ga ik nu dit voor gebruiken. En ik ga even de cadeautjes inpakken. Ik ben daar buiten adem, dus ik ga even de cadeautjes inpakken. En dan, mijn moeder gaat nu de honden uitlaten. En dan gaan we daarna cadeautjes inpakken. Dus, let's go. De cadeautjes zijn ingepakt. Het is allemaal weer in deze doos gedaan. Ik ga nu naar beneden. En ik kijk nu net uit mijn raam. En ik zie mijn moeder gewoon lopen met de honden. En er komt een hertogshond af. Maar goed. Ik ga dus nu de cadeautjes even naar beneden al brengen. En weer in deze doos doen. Ja, een superleuk idee. En ik ga nu naar beneden. De cadeautjes zijn ingepakt. Ik ga dit nu in deze doos weer naar beneden brengen. En even mijn bed even opmaken, want dat moet ook gebeuren. En dan zie ik jullie zo weer als we cadeautjes gaan openmaken. I'm surprised! Yeah. Ik word echt zo chagrijnig op dit moment. De vlog die heb ik 3 uur geleden aangezet. En hij doet er nu al 5 uur over om te uploaden. En hij is nu 39%. En ik ben nu ook bezig met niet de weekvlog 5, maar met dit. Dus ik ga nu even de vlog bewerken, of de video bewerken. Want dan ga ik altijd even mijn vlogs terugkijken en zo. En dat vind ik altijd fijn. En dan ga ik hem nu bewerken, verder editen. En dat soort dingen doen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 10:01. Dus wat ik aan heb, deze sweater van de H&M. Er staat op New York. Mijn perskabroek en mijn fans. En gisteren was tweede kerstdag. Super gezellig. Heel weinig gevlogd. Maar vandaag ga ik weer vloggen.
Dus, let's go. Jullie gaan mee in mijn dagje vandaag. Yes, yes, yes. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag, het is nu 12:30, ik lig in bed, ik ben net trouwens in bad geweest en ik draag op dit moment dit shirt van de Purpose Tour merchandise. Ik vind het echt onwijs gaaf merchandise. Ik ben net in bad geweest en over H&M gesproken is, ik heb me opgegeven voor een personal stylist, want ik weet niet wat wel en niet bij elkaar past en ik krijg dus wat kleding thuis gestuurd waarvan ik niet weet wat het is en daarvan ga ik een video maken, een soort van lookbook in samenwerking met een personal stylist en super tof, dus die producten die krijg ik thuis gestuurd en ja, ik ben nog steeds blij, by the way, met mijn hoesje. Die is trouwens ook van H&M. En ja, dus het is echt mistig buiten. En ja, dus dat. Ik heb vanochtend trouwens ook een call gehad met Naomi. Van Naomi Uiten op Twitter. En super tof. En ik wil trouwens in 2017 betere content voor jullie maken. En daar moet ik nog wel dingetjes voor uitwerken en zo. Maar daar later meer over. Trouwens ook over die H&M's ding, weet je wel, lookbook. Later meer over. Dus dat duurt nog even een tijdje voordat die online komt. Want ik krijg pas in het nieuwjaar die kleding. En dan komt die denk ik eind januari online. Super tof. Dus daar kunnen jullie ook naar uitkijken. Echt raar dat ik dit opneem in 2016. Maar dit pas online komt op 2 januari. Oké, ik ga zo lekker wandelen met de honden op Scheveningen en ik zie jullie zo weer. Trouwens ook een leuk nieuwtje is dat ik geselecteerd ben voor MTV Video Love. Dus ik kom binnenkort op tv bij MTV, bij een nieuw programma dat ik reageer op clips. Super tof, dus daar kunnen jullie ook naar uitkijken. Oké, ik ben dus bezig met een video bewerken en het is mijn allerlaatste video van 2016. Video is nu hier aan het uploaden. En die komt op 31 december online om 11 uur een keertje. Niet om 3 uur, maar gewoon lekker in de ochtend om 11 uur. Het heet mijn allerlaatste video en dan ... van 2016. En die is afgelopen zaterdag voor jullie online gekomen. Dus heb je hem nog niet gezien, ga hem zeker kijken, want ik blik terug op mijn oude vlogs. Van het afgelopen jaar. En ik heb erbij gezet, in deze video blik ik met de vlogs terug op mooie momenten van het afgelopen jaar. Dus. Het is nu rond 2 uur. Mijn ouders zijn nog steeds niet thuis. Die zijn weggegaan. En hij moet trouwens, de vlog moet nog 2 uur uploaden. Dus ik hoop dat hij echt voor 3 uur klaar is met uploaden. En ja, ik ga dus nu lekker chillen. Dat ga ik doen. Ik ga lekker chillen. Dus ik zie jullie zo weer. Lekker aan de wandel met mama. We gaan de honden uitlaten. Ik zit dus lekker in op de bank, nog steeds in de souterrain. En er is een nieuwe video online gekomen vandaag. Mijn fave YouTube path. En ondertussen ben ik hier met Naomi aan het facetimen. Ik ben trouwens wel blij door de nieuwe content die ik heb gemaakt vanaf nu. Favoriete YouTube, godverdomme, wat een pleurensooi. Ik weet gewoon niet meer, ik kom gewoon niet meer aan mijn woord, jongens, kom op. Nou, zoals je kan zien, zit ik op de bank in de souterrain.
Ik ben met Naomi hier aan het facetimen. En ik ben echt super blij met de content die ik nu maak. Ik heb 3 nieuwe video's geüpload vandaag. Oké, ze zijn niet allemaal vandaag online gekomen, maar ik ben wel flink vooruit aan het werken. Kijk, naar de thumbnails. Kijk, deze thumbnail vind ik echt leuk. Die staat online. Die staat al sinds een week online. Deze video komt nog online. En deze video staat ook al online. Als jullie deze vlog zien. Dus deze staat nog niet online. Die komt over 2 dagen online. En hier is Naomi. Oké, doei. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En we zouden gisteren eigenlijk naar het strand gaan. Maar dat ging toen niet door. Maar we gaan vandaag. Gaan we naar het strand. Ik ben hier ondertussen ook bezig om even mijn haar te fixen. Dus ik heb nog maar 1/2 uur om mezelf helemaal klaar te maken. Ik heb dit parfum op van Tommy. Daar vroeg je heel veel mensen naar in de vorige vlog. En dit is het van Tommy. Dus dan spuit ik even op. Zo. En ja, het is nu even kijken hoe laat het nu is. Het is nu rond 11:30. En ja, ik ben net 1 uur wakker trouwens. Dit is wat ik aan heb. Justin Bieber sweater. Broek komt van de Perska en mijn fans gaan hier nog onder. En ik ben echt al 1 week lang, sinds ik deze week nog maak, ben ik mijn pet kwijt. Dat vind ik echt kut, want ik moet mijn pet gewoon hebben. Punt. Dus ik ga mezelf even ready maken en dan spreek ik jullie zo weer in de auto. Leuk. Dus ga lekker uithalen op de pier of op het strand. En dan spreek je zo weer. Zo leuk en zo koud. En de hondjes hebben lekker energie opgedaan. Het is nu rond 7 uur en ik lig nog lekker in bed. Of ik lig in bed weer opnieuw. Ik heb naar beneden tv gekeken. En jeetje, wat ben ik blij dat ik niet naar dat Oma God ben gegaan. Ik hoor nu allemaal verhalen dat er mensen worden geslagen. En dat het druk is. En dat heel chaotisch allemaal. Dus ik ben echt onwijs blij dat ik niet ben gegaan. Maar Naomi, die gaat me zo meteen om over 1 uur en 20 minuten facetimen, want dan ben ik er toch nog een beetje bij.
bij het optreden van Tipi. En dat ga ik dan ook aan jullie laten zien. Dus dat wordt echt super tof. Dus dat. Dus ik zie jullie zo weer. Ik ga er even vandoor. En ik spreek jullie zo weer. En zo ben je er toch nog een beetje bij. Bij Oh My God. Hele goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is vandaag vrijdag, 30 december. Ik weet niet eens waarom ik zo praat. Maar het is nu 9:30 geweest. En ik ben zo ontzettend blij. Ik keek net uit mijn raam. En ik ga jullie nu laten zien. Het heeft vannacht gesneeuwd. Super gezellig. Oké, de video is opgenomen. Ik ga hem nu gelijk editen. En ik ga nu weer naar boven om even lekker te editen. En dan zie ik jullie zo weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 31 december. Oudejaarsavond en Oudejaarsdag. En vandaag staat er eigenlijk op de planning. Ik ga mijn kamer even opruimen. Want ik wil zeg maar een grote schoonmaak doen. En dan kan ik weer in 2017 netjes met een schone kamer beginnen. En dat vind ik wel erg leuk. Dus dan geef ik ook gewoon even een plekje. Misschien ga ik het nog wel hier en daar veranderen. Want ik ben het een beetje zat. Ik weet niet. Ik kan nooit heel lang in een kamer zijn die niet naar mijn stijl is of zo. En mijn kamer is echt super leuk. Maar ik moet gewoon af en toe wat wisseling van inrichting en zo. Want ik vind het nu best wel saai worden. En ik heb dus net de video gekeken van mezelf. Van dit was mijn 2016. En als je die nog niet hebt gezien, linkje in de beschrijving. Of anders hier zo'n kan je op klikken. Die staat hier. En dan is in de beschrijving als ik het hier weer vergeet. Like always. In de beschrijving. En ik ga nu mijn kamer even opruimen. En even mijn kleding uitzoeken. Dat ga ik ook doen. Ik heb best wel veel kleding. Maar ik draag heel veel kleding gewoon totaal niet. En dat vind ik op zich wel jammer, want ik ben ook best wel veel dingen nu kwijt. Mijn pet ben ik kwijt, mijn nagelschaartje kwijt, ik ben dat kwijt. Het zijn echt die dingen die je dan kwijtraakt en gewoon niet meer weet waar je ze hebt gelegd. Dus ik ga even mijn kamer verder opruimen. En dan spreek ik jullie zo weer. Oké, nou ik ben dus klaar met mijn kamer. En dit. Ik heb 3 vuilniszakken die weg moeten. En ik heb een kledingrek allemaal, niet al mijn kleding, want al mijn kleding ligt daar op een stapel. Maar ik had geen zin om het helemaal op te vouwen en zo. En ik ga jullie nu laten zien hoe het er een beetje uitziet. Het is nog niet klaar, maar ik moet alleen dat nog even, wat daar allemaal op staat, moet ik nog opruimen. Maar de grond kan ik zien, dus dat is super nice. Ik ga jullie dit nu laten zien. Als je binnenkomt, zie je dit. En ja, ik loop even hierheen. Oké, dit is dan mijn bed. Met mijn kledingkast, de TP Girls. En ik ben nu Manon Tilster aan het kijken. En dan daar heel veel. Dit moet nog gedaan worden. Maar ik kan de grond in ieder geval wel weer zien. En dit hier. Super nice. Dus ja, ik ben helemaal blij met mijn kamer. En ik vind het ook wel leuk met die lampjes bij het raam. Wow! Jongens, hoorden jullie dat? Dat was zeg maar, vuurwerk. Ik kan mezelf niet zien, dus ik doe even mijn klap in omhoog. Dat was vuurwerk, jongens. Mijn god, ik schrok me de dood. Ik ga dus nu Manon Tilstra afkijken. En dan zie ik jullie zo weer. Want we gaan natuurlijk ook vanavond aftellen uit die 9, 8, 7 enzovoort. Super chill. En ik ga lekker even deze vlog afkijken. En ik zie jullie zo weer. Peace.
final countdown. The final countdown. Lukt-ie, hè? Nog een paar seconden. Oké, jongens, gaan aftellen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, jongens. We gaan er even. Oké, lekker drankje doen. En daarbij de vuurwerk checken. Vuurwerk 2017, here I come, 1 januari. Ah, geweldig jongens. Het is echt top. Top, 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 top. Woe! Zien, lig ik nu in bed. En ik ga nog niet slapen, maar het is nu 1:05. En je ziet me echt niet, maar goed, maar niet uit. Ik lig in bed. Maar ik ga niet iets meer boeiends doen nu. Dus ik sluit bij deze vlog af. En ik zie jullie morgen weer. En morgen ga ik lekker uitslapen en niks doen en editen en dat soort dingen doen. Dus tot morgen. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 1 januari. Oh mijn god. Ik kan nog steeds niet geloven dat het 2017 is. Het is nu rond, hoe laat zou het zijn? 1:30 of zo. En ik heb net lekker gedanst beneden. En ik heb ontbeten. Ik heb die net de schouten lekker gekeken van gisteren. Gekeken. En vandaag staat er eigenlijk op de planning best wel weinig. Ik moet nog wat dingen regelen voor school. Moet ik nu doen. Dan wil ik mijn vlog gaan bewerken. Dus de video die ik nu aan het opnemen ben, ga ik dan bewerken. En ja, voor de rest heb ik heel weinig plannen van vandaag. Ik ga lekker gewoon lekker chill. Dagje doen. Hallo, het is zondag en het is 1 januari. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik moet gaan doen vandaag. En ik heb gisteren mijn kamer al helemaal opgeruimd. En hier ligt de folder van Albert Heijn. Ik vind dat wel leuk om lekker even door te bladeren. Van wat er allemaal in de aanbieding is en zo. Vind ik altijd echt vet chill. Dus ja. En de casus, als jullie deze video zien, is dit en dit en dit in de aanbieding. En goed. Ik ga heel even op mijn telefoon lekker vlogs kijken, denk ik eerst. Of misschien op mijn tv. Dat ga ik lekker doen. Ik ga lekker vlogs kijken op mijn tv. En ja, mensen vroegen af hoe ik dat dan deed, is zeg maar, ik download de vlogs van YouTube af. En dat doe ik dan op mijn harde schijf. En dan die plaats ik dan in mijn tv. En dan kan ik gewoon lekker vlogs kijken op tv. Dus super nice. Daar heb ik zin in. Dus, maar dat ga ik zo doen. De vlog van Monica, Masha, Bonnie, Jill. Ga ik lekker allemaal kijken. En, want normaal kijk ik dat altijd op mijn telefoon zelf, maar dat is zo ontzettend KUT dat je dan denkt van oké, ik kijk het nu wel op mijn televisie. Dus dat is wel super nice. Dus ja, ik spreek jullie zo weer. Yummy, yummy, yummy. Lekker een broodje met servelaat eten. Oké, het is nu 6:30 en ik heb heel de dag niks gedaan, lekker op bed gelegen, vlogs gekeken, ultieme zondag. Maar voordat ik de weekvlog ga afsluiten, heb ik nog een superleuke verrassing voor jullie. Ik ga namelijk, omdat het natuurlijk kerst is geweest, heb ik natuurlijk voor jullie ook iets.
Ik heb namelijk dit. Dit tasje, er zitten allemaal dingen in. Heb ik ooit een keer gehad bij een pers-event van de Bulgari. Toen Anna Nushin kwam. Er staat trouwens ook een vlog van online. En dit pakket heb ik altijd al bewaard. In met mijn achterhoofd, oké, ik ga het weggeven met kerst. Het is kerst geweest en ik ga dit pakket aan jullie geven. Dus één iemand wint dit. En ik ga nu laten zien wat er allemaal in zit. Oké, als eerste krijg je natuurlijk dit tasje. Dan krijg je 3 testertjes van wat geuren die je lekker kan uitproberen. Hier de Eau de Parfum in de geur Eau de Vecht. En daar zit bij ook dit bijpassende zeepje. Dus dan kunnen jullie lekker matchen en zo. Dan zit er in Omina Curl Bulgari. En dat is ook een testertje. Gewoon een lekker geurtje. En waar het pers-event dus om ging, was de Bulgari Omina Cristallina. Die. En dan zit er nog een body milk bij. En die ga ik ook really even openmaken. La 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 la. En dat is dit flesje. En hier zit in. Hoeveel milliliter zou hier in zitten? Maar dan wel. Staat er ook niet op. Nou, dit kan je dus winnen. Maar jullie denken nu, wat moet ik doen om kans te maken op dit Bulgari pakket? Nou, wat je moet doen is geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Hieronder in de comments laten weten, gewoon een comment plaatsen met hoi, leuke video of dat soort dingen. En een duimpje omhoog te doen, weekvlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer in een andere video. Doei doei! We'll be right back.